Ja, misschien zit hij hier wel tussen. Hey. De voorbereidingen voor het jaarlijkse bietenbal in de Kop van Noord-Holland zijn in volle gang. Vrijdag start de 45e editie van het bijzondere feest. Wie haalt straks de grootste voederbiet uit de grond? Het zaad wordt nu ingepakt voor van het dorstige biet. En wat is de bedoeling? De bedoeling is, we organiseren het dorstige biet organiseert het wereldkampioenschap voederbieten telen. Ooit begon in 1974 door Piet Helder en Jack Keetman. Mensen die worden er gewoon enthousiast van. Ik vind het leukste van de bietenclub dat het een hele hoop poeha is en het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Dus de mensen, er zijn hele fanatieke leden die maken zich overal druk om en anderen die zaaien pas een week voordat ze komen rooien. Jij hebt de grootste ding. Ja, het begint met een heel klein zaadje. En iedereen krijgt dat zakje zaad en ze mogen er zelf mee doen wat ze willen. De een die begint gelijk te zaaien, de ander zaait in de volle grond. En de een die doet de koemest bij, de ander paardenmest. En iedereen heeft zijn eigen geheim om een grote biet te telen. Het leeft enorm. Dat zien we met het bietenbal wel. Dan staan er 300 mensen in de zaal. En het is zo'n gevarieerd gezelschap. Vrouwen in bloemetjesjurken tot de poestige mannen met baarden en klompen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, en het gaat er alleen maar om wie de grootste heeft. En het gaat er om wie de grootste heeft. Het record staat op 71 kilo en nog wat van Pieter Goede. Het record alle tijden. Ja, het wordt wel heel moeilijk om daar aan te komen. Het moet mogelijk wezen, maar het hangt van de weergoden af. Je weet maar nooit. We gaan weer ons best doen. Ja.